Ik ben Koen Luiks, ik ben oprichter van ECC. We zijn van machinefabriek omgebouwd naar chocoladefabriek. En we hebben de machines laten bouwen in eigen hand voor de chocoladefabriek. Het moeilijke van de machines bouwen voor de chocoladeindustrie is het in hoofdzaak de temperering die de chocola op de goede conditie brengt. En daar machines voor bouwen is een aparte branche. En we bouwen onze eigen tempereermachines voor de verwerking van chocolade. En dat is eigenlijk wel een succes geweest. Als Barrikallebout zijn we trots dat we vandaag kunnen aankondigen dat European Chocolate Company, kortweg ECC, onderdeel wordt van de Barrikallebout-familie. In de consumentenmarkt zie je steeds meer vraag naar premiumisatie, meer specialisatie. Consumentenproducten willen zich onderscheiden, vooral in de bakkerijmarkt, ook in de confectionerymarkt. En ECC is daar de perfecte partij om nog meer producten aan te bieden aan onze klanten. Een nog breder portfolio. ECC is zeer goed in flexibele oplossingen. Dus ook kleine partijen die op een kostefficiënte manier geproduceerd worden. Neem nu een taart of een donut. Veel producenten willen zich onderscheiden van een concurrent met een nieuw type decoratie op de taart. Een andere krul, een ander type schaafsel. Nieuwe kleuren, andere vormen. En daar is ECC net zeer goed in. Voor ECC is het heel belangrijk dat we nu, gezien de grootte en de omvang die we nu bereikt hebben, kunnen overgaan in een grote internationale groep, de wereldspeler op het gebied van chocolade. Zeker ook in functie van het feit dat geen van de families opvolging heeft en dat belangrijk is voor het personeel en ook voor de klanten dat we dus continuïteit kunnen garanderen. Er werken 80 mensen bij ECC, waarvan 14 op de kantoren orderadministratie, boekhouding en kwaliteit. En er werken 65 mensen in de productieomgeving. Wij maken hier een tiental verschillende soorten producten, in verschillende soorten en maten, kleuren. En de toepassingsmogelijkheden zijn veelzijdig. Ja, voor mijzelf is dat altijd een droom geweest sinds dat ik in de chocolade werkzaam ben van voor Barrikallebout te kunnen werken. Aangezien ja, het is de belangrijkste en de meest innovatieve en speler op de markt. En is het ja, mijn droom geweest om daar deel van te kunnen uitmaken. En dat is nu het geval. De 1800 medewerkers van Barrikallebout in België maken elke dag het verschil. Dus we zijn ook blij dat ECC met de 85 werknemers die zij hebben vandaag bij de familie komt. Het is mooi om te zien, onze chocoladefabrieken draaien op volle toeren. In Lokeren zijn we bezig met de bouw en de finalisatie van het grootste chocolademagazijn ter wereld. Vandaag konden we de overname van ECC aan. En het mooie, het fantastische is om te zien, bij Barrikallebout heb je heel veel ondernemerschap. Je hebt het familiale karakter van ECC. En samen zijn we sterk in de markt en samen hebben we nog betere slagkracht. De favoriete chocolade is Kallebout.